Ik vind het eigenlijk geen leuke foto. Die foto blijft me altijd achtervolgen. En dat vind ik eigenlijk nu wel een beetje jammer, want ja, daardoor blijf je nog steeds de zielige jongen van toen. Terwijl ik eigenlijk al veel verder ben. Mauro Manuel woont al 8 jaar in Nederland, maar nu moet hij weg omdat hij 18 is geworden. Moet Mauro nou blijven of niet? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Hij moet gewoon blijven, daarmee uit. Die jongen is hier opgegroeid enzovoort, die doet helemaal geen kwaad, hij moet blijven. Dat was wel lastig, maar uiteindelijk voelde het echt zo goed. En ik had heel veel en heb nog steeds heel veel aan haar. En ja, toen hebben we maar besloten van ja, waarom niet? Valt onder het kinderpardon dat is ingevoerd door het nieuwe kabinet. Volgens dat pardon mogen jonge asielzoekers die geworteld zijn in Nederland blijven. Uiteindelijk kan ik nu zeggen van kijk, voor al die mensen die voor mij gestemd hebben, die moeite voor mij gedaan hebben, dit is wat ik met jullie stem gedaan heb. Ik heb gewoon mijn best gedaan en ik heb gewoon ja, een huis, ik heb werk en ik ben uiteindelijk wel trots op mezelf en dan hoop ik dat de rest ook is en dat het allemaal niet voor niks is geweest.